Jullie spelen 1-1 tegen Almere in eigen huis. Je had een paar reddingen. Knap. Wel ja, ik stond er goed voor. Dus het is goed uit de bank. Uiteindelijk, als je de hele wedstrijd bekijkt, terecht de 1-1? Ik denk dat we wel drie punten kunnen pakken. Vooral in de laatste eerste helft hebben we bijna geen kansen tegen gehad. Ik denk een ingooi van hun en een voorzet in de kluts dat die binnenvalt. Ja, verder hebben ze bijna niks te doen gehad. Ik denk dat wij een goede kans hebben gehad. De tweede helft ook een goede kans hebben gehad. Ik vind dat we wel drie punten hadden kunnen krijgen. Als je tegen zulke tegenstanders met zo'n gevoel het veld afkomt, dan krijg je echt een lekker gevoel in de play-offs. Ja, zeker. Ja. Nu de laatste weken hebben we hard getraind. Dus het gaat goed. De laatste wedstrijden veel punten gehaald. Het team voelt goed, vertrouwen uit en we gaan volgende week weer door en dan in de vlam in de play-offs. Ja. Nou, even over die wedstrijd van volgende week, want Eindhoven kan natuurlijk nog na competitie halen. Dat betekent, die gaan alles op alles zetten. Hoe denken jullie daar als ploeg over? Of denkt Hendriksen daarover? Ik kan me voorstellen dat de jongens die twijfelachtig zijn, dat die dan niet meedoen. Je wil niemand kwijtraken. Ik weet zelf ook nog niet wat de trainer gaat doen. Ik denk dat we gewoon ons eigen spelletje moeten spelen. En ik denk dat we daar iedereen zou op die positie kunnen spelen. Ik denk gewoon lekker ons ding blijven doen. We zien wel wie er speelt. En dan lekker de play-offs maandag beginnen. Ja, ik neem aan dat je zelf hoopt natuurlijk ook aan die play-offs te beginnen. Ik weet niet precies hoe het met herstel van Ferrat zit. Maar dat zou wel lekker zijn voor je om die even mee te pakken. Ja, zeker. Nu een aantal wedstrijden kiept dan. En dan hoop je natuurlijk dat die play-offs dat je ook onder de lat moet staan. Ja, we zullen zien hoe het eruit gaat zien. Ik zou het zelf ook nog niet weten. En lekker mijn ding doen en gewoon knallen. Ja. Eerst maar zijn doel. Precies. Dankjewel.